Meneer Bomans, waarom heeft u deze sprookjes geschreven? Ja, dat is een moeilijke vraag. Waarom schrijf je? Het kortste antwoord is omdat het tijd was. Je kunt die dingen natuurlijk niet forceren. Ik heb 20 jaar geleden mijn eerste sprookjesboek geschreven. En daarna nooit meer aan gedacht. En nu woon ik hier in een oud huis met een oude verwilderde tuin. En opeens kwam het weer terug. En heb ik 24 nieuwe sprookjes geschreven. Je kunt je dat niet voornemen. Dat klopt op de deur en je moet open doen. Je kunt ook niet open doen. Maar je kunt niet voorspellen dat de bezoeker komt. Wat is nu de speciale moeilijkheid bij het schrijven van sprookjes? Oh, vele, vele. Een hele grote moeilijkheid is bijvoorbeeld dat je moet sober schrijven. Direct, eenvoudig. En dat vraagt van de schrijver een zekere ascese. Hij moet zich inhouden. Bijvoorbeeld allerlei nuances zoals sarcasme, ironie en een bepaald soort humor. Dat is gevaarlijk goedje. Als je daar te veel van gebruikt, dan ga je het sprookje ondergraven. Want de humor komt uit twijfel voort. En het sprookje is werkelijk gebeurd. De schrijver moet althans dat suggereren. Het is echt gebeurd. En hij mag niet twijfelen. Het is een vorm van epiek. Moet het sprookje per se moralistisch zijn? Hierbij op een randgebied. Doe je dat te sterk, dan wordt het sprookje didactisch. Dan word je een schoolmeester. Maar het kwaad moet wel gestraft en het goede moet wel beloond worden. Een kind heeft een hele sterk gevoel voor rechtvaardigheidszin, trouwens alle mensen. En aan die wetten moeten voldaan worden. Maar niet te sterk, dacht ik. Vindt u het juist dat het sprookje wordt beschouwd als kinderliteratuur bij uitstek? Andersen is vreselijk kwaad geworden toen ze een standbeeld voor hem opgericht hebben in Kopenhagen met 2 kinderen aan zijn knie. Het was van brons, hij kon niet stuk slaan, het was te laat. Maar hij zei, ik heb ook voor de volwassenen geschreven. En dat hij blijkt ook gelijk te hebben. De sprookjes van Andersen worden gelezen door volwassenen. Sprookjes van Grimm niet. Dat zijn echte kinderonthoudsmärchen. En de sprookjes van Perrault ook eigenlijk niet. De sprookjes van Andersen wel. En hoewel ik me helemaal niet met Andersen wil vergelijken, mijn sprookjes ook. Ik heb dus geschreven voor de volwassenen ook. Omdat in al die koffertjes zit een dubbele bodem. En ik doe of ik niks aan te geven heb, maar er zit wel het een en ander in. Hoe is nu de samenwerking geweest met de illustratrice, mevrouw Korthals-Altes, en u? Ja, je moet daarmee boffen. Je moet dus de kunstenaar of kunstenares vinden die bereid is zich te laten verzinken in jouw droomwereld. En die bereidheid was bij haar. En ze heeft die sprookjes dus geïllustreerd in het klimaat waarin ze geschreven zijn. En er is een zekere samenwerking, die mag ook niet te hevig zijn. De kunstenares heeft haar, de tekenares heeft haar eigen gebied en daar mag de schrijver niet te veel intreden. Evenmin als ik van haar zou accepteren als ze zei, het moet zo en zo. Ieder heeft zijn eigen autonome gebied. Het is dus wel een samenwerking, maar met een groot respect voor elkaars autonomie.